Hallo, ik ben Madeleine van Luit en ik ben werkzaam als vrachtwagenchauffeuse bij HLS. We zijn aangekomen op de loods waar de vrachtwagen staat, maar eerst gaan we even een bakje doen. Kom maar met me mee. Even kijken of dat er wat koffie te halen is hier. Hey, goedemorgen. Dank u, dank u. Ik ga er alleen nog wel even iets in doen hoor. Nou, we gaan naar de vrachtwagen. Kijk, daar is hij. Zo blij met die vrachtwagen. Heel fijn. Hier zijn de sleutels. En dan gaan we eens kijken waar we allemaal naartoe mogen vandaag. En daar ga ik jullie mee meenemen. Gezellig. Dan hebben we hier de papiertjes. En op deze lijst staan alle adressen waar we heen mogen. Dan gaan we onze weg vervolgen. Onderweg naar Heel. Dus we hebben wel even een stukje te rijden zo. Ik vind het gezellig om een muziekje op te hebben. Dus ik zet die ook altijd ietsjes harder. Beetje dans achter het stuur. Madeleine. Hoi, met Madeleine. Hey, Madeleine. Hoi. Kijk even als je er bent, of je het meekrijgt. Ja. Zo niet, dan moet je mij maar even iets laten weten. Dan haal ik ze weer eraf bij je. Ik ga het vragen. Oké. Okay. Dankjewel. Hoi, hoi. Ja, als vrachtwagenchauffeur heb je dus eigenlijk alleen maar telefonisch contact, want je zit eigenlijk alleen in de cabine. We hebben een groepsapp, dus ik ga even een appje sturen dat we onderweg zijn. Goedemorgen collega's! Route 25 is onderweg met 7 stops. Dus dadelijk eens kijken waar we allemaal naartoe mogen. En dan zullen we er eens een mooi dagje van maken. Werkt ze allemaal? Ik heb 15 jaar in een kinderopvang gewerkt, maar na 15 jaar voelde ik aan mezelf dat ik toe was aan een nieuwe uitdaging. Ik kom zelf uit een truckersfamilie, dus diesel zit eigenlijk al een beetje in mijn bloed. Toen ik eenmaal bedacht had van ik wil niet meer in een kinderopvang werken, ben ik mijn rijbewijs gaan halen, ben ik gaan solliciteren. Dus ik ben sinds 27 januari dit jaar werkzaam achter het stuur. Nou, de groepset is ook weer lekker bezig, zie je. Dus even luisteren wat ze allemaal te vertellen hebben. Hoppa! Broodje Peppersan Deluxe, check! Ja, op de vrachtwagen rijden biedt eigenlijk wel veel vrijheid. Want je kunt in principe zelf je dag indelen. Ik heb mij nooit eenzaam gevoeld. Maar dat komt ook door de groepsapp. Bel elkaar ook regelmatig als er iets is. Of als je iets niet weet, kun je altijd een collega bellen. Dat is altijd wel iemand die je helpt. Ik vind het niet zo heel zwaar. Mocht er echt een hele zware doos bij zitten, dan vraag ik hulp van een van de mannen. Als vrouw zijnde heb ik wel het idee dat ik wat sneller geholpen word dan de mannelijke collega's. Dus ja, het heeft wel sowieso voordelen als vrouw in de logistiek. Ik vind ook dat er meer vrouwen in het transport mogen komen. Want de mannen die hebben gewoon de overhand. Zo, parkeren we hier de auto. En dan... Voordat we eigenlijk uitstappen, zetten we eerst de tachograaf even op arbeid. En hoe laten we hier aankomen? Goedemorgen! Zit je niet op de heftruck vandaag? Ik denk, jij komt mij wel lossen. Ik heb een grote pallet bij en een klein doosje, dus zal ik het eruit halen. Ja, om een lang pakket eruit te halen hier. Ja, het pakket heb ik afgescand en dan kunnen we gaan lossen. Zo, we zijn klaar hier. Dan gaan we even de vrachtwagen omdraaien en de weg weer vervolgen. Mijn werktijden op dit moment zijn eigenlijk wel luxe voor in het transport. Ik begin eigenlijk pas om 8:30 ochtends. De tijd dat je klaar bent, dat verschilt wel heel erg per dag. Vaak ben ik rond 7:00 klaar. Als vrachtwagenchauffeuse heb je te maken met de rij- en rusttijden. Dus je mag 4,5 uur achter elkaar rijden en daarna moet je pauze pakken. Maar je mag ook maar 6 uur arbeidstijd hebben. Dus ja, dat zijn twee belangrijke tijden om in de gaten te houden. En door naar de volgende. Ja, als we spullen opkomen halen, dan horen er ook formulieren bij. Ja, deze pallet moet er dadelijk nog uit, dus die zet ik even aan de kant. Zodat ik de pallets die ik nu ophaal alvast aan de kant kan zetten. Kijk, de laatste. Doei!
kijken wat we met de lunch gaan doen hier. Ja, dankjewel. Ja, komt goed. Oh, ziet er lekker uit. Nou, smakelijk eten. Nou, de lunch heeft goed gesmaakt hier in Roermond. Nou ga ik nog een aantal bedrijfjes de spulletjes leveren en ophalen. En dan hoop ik eigenlijk vanavond rond een uur of 7 thuis te zijn. Dus ik heb nog best wel wat werk te doen. Bedankt voor het meekijken en meegaan. En ik wens jullie nog een fijne dag. En wie weet, tot ziens. Au, doei.